Ik ben Rick en ik ben electrical engineer bij Van Raan. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over de invloeden op de actieradius van de accu. Wat is dan de actieradius? De actieradius is het aantal kilometers dat je kunt fietsen op één acculading met de fiets. Van Raan heeft een aantal verschillende accu's. Dit komt omdat Van Raan vele verschillende fietsen hebben die allemaal een andere accu nodig hebben. De actieradius van de fiets is afhankelijk van vele factoren. Een van de belangrijkste factoren zijn het type fiets, de capaciteit van de accu, je ondersteuningsstand waarin je fiets en de kracht die je zelf zet. Ik ga nu een aantal factoren uitlichten die invloed hebben op de actieradius. Ook het gewicht van de persoon en de fiets is van belang voor de actieradius. Als je met één persoon op de fiets zit, vraag je minder van de accu als dat je bijvoorbeeld met twee personen op een tandem zit. Ook belangrijk is dat je je banden goed opgepompt hebt. Heb je je banden niet goed opgepompt, dan moet je zelf ook zwaarder trappen en zal dat ook meer energie vergen van de accu. Het maakt ook een groot verschil op welk wegdek je fietst. Fiets je op asfalt of op kiezels, of ga je de berg op of de berg af? De weersinvloeden zijn natuurlijk ook belangrijk bij het fietsen. Als je wind tegen hebt, zal dat meer vergen van de accu dan als je wind mee hebt. En daarnaast hou er rekening mee dat bij koude temperaturen de capaciteit van de accu wat lager ligt. Helaas heb je niet altijd invloed op het weer, maar je hebt wel invloed op je schakelgedrag. Begin altijd in stand 1 en schakel daarna op. Ja, bijvoorbeeld bij een stoplicht ga je ook niet in de derde versnelling weg. Nu weet je wat de invloeden zijn op je actieradius. Nog één tip: wil je nu langere stukken gaan fietsen, zorg dan dat je accu vol is. Bedankt voor het kijken en wil je nu meer informatie over onze fietsen, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.